Hey, leuk dat je weer vlog hebt geklikt. Ik ben Gesjende en het is een nieuwe dag, het is een nieuwe vlog. Ik heb heel even ontbeten net en ik heb heel even een koffietje gemaakt. Ik ben nu nog heel van het wachten tot mijn video geëxporteerd is. Nog steeds de video van gisteren. Hij hoort vandaag online te komen. Officieel hoorde hij vanmorgen online te komen. Alleen, ik heb gisteren 2 video's kunnen exporteren. Mijn laptop wilde eindelijk meewerken. Dus ik heb gisteren een video online gezet en ik heb voor vanmorgen dan die video van gisteren ingepland. Zodat ik de video van vandaag hopelijk om 5 uur kan inplannen. En dan ga ik nog een video editen vanmorgen, zodat ik weer op schema loop. En dan hoop ik in de komende dagen in te werken of in te lopen, zodat ik iets meer vrijheid heb mocht er dus deze dingen gebeuren, dat het niet zo heel erg is, zeg maar. Want ik leef nu natuurlijk elke keer op het randje. En op zich was dat geen probleem, tenzij ik dus deze problemen wel meekrijg. Dus ik ga nu nog heel even lekker chillen hier. Ik ga wachten tot hij klaar is. En dan kom ik bij jullie terug. Ik ben ondertussen even opgestaan uit mijn bed. Want ik kwam erachter dat ik nog 2 brieven op de bus moest doen. Dus ik ben even onderweg naar de brievenbus. Mocht jullie op de achtergrond een straaljager horen, geen idee waar die is. Maar hij maakt echt een kabaal. Dus ik ben even onderweg. Ik ga even deze op de bus doen. En dan heb ik tenminste ook even mijn wandeling gehad. Dat is wel heel even het positieve van vandaag, dus dat scheelt. Ik deed letterlijk net mijn camera weg en opeens was de straaljager ook weg. Echt, ik weet niet hoe... Ja, hij is er nog steeds, maar net was het bijna een overdovend geluid en zou ik er echt niet bovenuit komen. Ik weet ook helemaal niet of je me hoort tijdens het vorige shot. Ik zie hem ook niet. Hij zegt strontvervelend, dat weet ik wel. Dus ik ga even de brievenbus zoeken. Ik ga nooit naar deze kant, naar de brievenbus. Dus ik hoop dat ik hem snel gevonden krijg. Oh, ik zie hem al. Hey. Voordeel van in een klein dorp wonen. Nog steeds op dezelfde plek, alleen wel een stuk happier dan dat ik toen straks was. Ik heb namelijk vandaag, even tellen, 12, 13, 14, 4 video's geëdit. Of ja, geüpload in ieder geval. En 3 geëdit. De video van, die ik gisteren geëdit had, heb ik met moeite vandaag kunnen exporteren. Ik heb er 3 keer over gedaan. Vervolgens was mijn computer op dreef. En heb ik de andere 3 er maar heel even achteraan geplakt. Of ja, heb ik heel even achteraan geplakt dat ik die in ieder geval geëdit heb. Die heb ik meteen online gezet. Geüpload op YouTube. En vervolgens ingepland voor de komende week. Dus ik loop voor. Yes. Ik heb video's tot met donderdag ingepland. Het is vandaag maandag, dus daarom. Dus mocht er iets komende week anders lopen dan dat ik gepland heb, dan is het geen probleem. Dan is het allemaal prima. Ik heb ook een paar leuke dingen van deze week op de planning staan. Dus het komt allemaal juist uit, zeg maar. Het past precies, zeg maar. Dus ik ben super blij. Ik ben echt, nou, echt mega blij, zeg maar. Ik loop in ieder geval voor. Ik ga nu even kijken of ik gewoon even mijn rust kan pakken, zeg maar. Maar daar ben ik in ieder geval heel blij om. Morgen hoef ik alleen maar in de ochtend te werken. Dus dat betekent tot een uur of 12, 12:30 ongeveer. Als alles mee zit. Dus ik heb ergens ook nog een beetje hopelijk te plannen dat ik in de middag ook nog minimaal 1 tot 2 video's kan editen en exporteren. En als dan alles mee zit, heb ik dus tot en met zaterdag alles ingepland staan. Dus heb ik nog een paar dagen speling om mijn andere video's te exporteren of te editen, exporteren en al. En mocht er dan dus iets tegen zitten, dan maakt het toch niet heel veel uit. Waarschijnlijk ben ik de hele woensdag wel echt, zeg maar, ergens anders. En misschien zelfs wel op het water. Grote kans dat ik op het water zit. Dus super leuke vlog, komen er wel aan. Alleen dan ben ik waarschijnlijk niet in staat om een video te editen. Dus daar loop ik wel een dag achter. Heb ik een dag dat ik niks kan doen, zeg maar. Ja, of in de avond. Maar ik moet de donderdag ook weer werken. Dus dat is een beetje tricky. Dus we zullen heel even zien hoe het gaat zijn de komende dagen. Maar ik ben in ieder geval super blij dat ik nu tot en met de donderdag gewoon even adem kan halen. En wat er dan gebeurt, dat zullen we allemaal dan nog wel zien. Ja, ik ben blij. Ik hoop dat jullie in ieder geval leuke dingen op de planning hebben staan. En geniet van het weer. Vandaag was toevallig super mooi weer. Ik weet niet wat de komende dagen gaat zijn. En ik weet ook helemaal niet wat het weer gaat doen als je deze video kijkt.
Ik hoop dat het dan nog steeds mooi weer is. Maar geniet van iedere dag. Geniet er gewoon van. Dan komt het altijd goed. Dus ik ga nu heel even genieten van de laatste zonnestralen die door mijn ruit heen schijnen. En van een lekker serietje. En dat is wat ik waarschijnlijk deze avond ga doen. Maar ik vind dat ik productief genoeg ben geweest vandaag. Mocht ik vanavond alsnog denken, joh, weet je, eigenlijk heb ik nog wel veel zin om een video te editen. Dan ga ik dat gewoon doen. Denk het niet, want het is al 21:30. Maar stel, het zou zo zijn, dan kan dat allemaal. Zoals ik net zei, ik moet morgen werken. Dus ik denk niet dat ik het heel laat maak. Maar we zullen het allemaal zien. En mocht het niet zo zijn, dan is het ook prima. Daarom. Ik moet even op adem komen gewoon. Ik moet mezelf ook rust geven. Als ik eenmaal bezig ben, dan heb ik geen rem meer. Dan heb ik geen knop meer die zegt, joh, je moet nu stoppen. En dan blijf ik doorgaan, totdat ik door blijf gaan tot 2 uur in de nacht. En dan denk ik, oh, ik moet morgen om 7 uur beginnen. Dus dan heb ik nog 5 uur om te slapen. Hey, quick math. Maar ik zie jullie straks. Intussen is het donker en ik was heel mooi serie aan het kijken. Op een gegeven moment dacht Netflix. Op het moment dat je zeg maar, de aflevering voorbij hebt, dan komt er altijd onderin een balkje te staan volgende aflevering, dat dan vol loopt, zeg maar. En dat kwam er niet, dus ik was echt zo van, nou, dan zal er wel geen nieuwe aflevering zijn. Dus ik was heel onnodig naar de aftiteling aan het kijken en naar alle namen en zo. Vervolgens sluit mijn Netflix gewoon plots af, gewoon zwart beeld, afgesloten Netflix. Dus ik open Netflix opnieuw. Ik denk, weet je, ik ga toch bij de serie kijken waar ik net aan begonnen of net mee bezig was. Zijn er gewoon nog 5 afleveringen? Dus er had gewoon een balkje moeten komen met nieuwe aflevering of volgende aflevering. Die kwam er niet. Dus ik was echt zo van, oké, dit is het teken van Netflix dat ik te lang op Netflix heb gezeten vandaag, denk ik. Heb ik misschien ook wel. Ik heb 5 afleveringen gekeken of zo, misschien. Dus ja, ik ga nu wel lekker slapen. Maar dit vond ik wel even leuk om te melden, in ieder geval. En ik zie jullie morgen. Hopelijk heb je genoten van deze vlog. Is dat zo? Bedankt dan heel veel met een blauw duimpje omhoog. Druk even de rode knopje beneden om te abonneren. En druk op het belletje om het geef je mee te horen als ik een video upload. En dan hoop ik jou morgen weer te zien bij een gloednieuwe vlog. Morgen wordt wel een werkvlog. Dus ik weet niet of ik heel veel kan vloggen. Maar we zullen het vanzelf zien. Maar ik wens jou in ieder geval een hele fijne dag toe. En hopelijk zie ik jou morgen.